De Kitty Cats. Wij zijn leuk. Maar ik ben leuker. Miauw. De papegaai. Papa was weer eens druk met het verzinnen van nieuwe recepten. En dan haal je de versgebakken cookies voorzichtig uit de oven, bedek ze met een dikke laag snoepjes en vervolgens met een dikke laag frambozenpudding. Oeh, dat klinkt erg lekker. Schrijf dat maar meteen op. Papa, riep je ons? Pudding, een kleine snoepje en cookie. Pap, wat zei je daar over frambozenpudding? Jullie lieve papa heeft net een heel lekker nieuw recept bedacht. Dat klopt. Kittens, voordat ik het vergeet, raad eens. De buren zijn een paar dagen op reis en hebben ons gevraagd om op een papegaai te passen. Komt er een echte papegaai logeren? Hoera! Hoera! Miauw, miauw, miauw! Vogel, vogel, vogel! Ik heb ergens gelezen dat papegaaien kunnen praten. Kan de vogel praten? Wat geweldig! Nou, doe maar, vogel, zeg iets. Wees niet verlegen, zeg iets, zeg iets! Misschien wil ze niet praten als ze in de kooi zit. Nou, dan laten we haar eruit. Oké, we luisteren. Misschien heeft ze wel trek. Nou, wat zeg je dan? Zeg maar bedankt. Wat je moet zeggen is bedankt. Misschien houdt ze wel van snoep. Wil je wat snoep, meisje? Nog niet. Dat mag pas als je alsjeblieft zegt. Misschien is ze nog heel klein en weet ze nog niet hoe ze moet praten. We gaan het haar leren! De Kitty Cats dachten na over welk woord ze haar het beste konden leren. Hmm. Weet je wat we haar wel kunnen leren? Boe! Als de buren dan thuiskomen, kan ze ze laten schrikken! Maar wat als ze dan niet alleen de buren laat schrikken? Wat als ze iedereen gaat laten schrikken? Boe! Huh? Misschien kunnen we haar dan iets leren als, iets als gefeliciteerd. Want dat is een woord wat iedereen graag hoort. Maar pudding, gefeliciteerd is wat je zegt als er iets goed gebeurt. En niet zomaar. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! We moeten haar iets leren wat heel gewoon en normaal is. Iets als hallo. Je hebt gelijk, als ze dat zegt, laat ze niemand schrikken. Hallo. 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 Ah. Hallo. Ah. Hallo. 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 Oh, wat? Kittens, kunnen jullie even ergens anders gaan spelen? Ik schrijf een recept en nu is het laatste ingrediënt ineens hallo. Wat moest er ook alweer gebeuren nadat je de koekjes uit de oven hebt gehaald? Haal de koekjes voorzichtig uit de oven, bedek ze met een dikke laag snoepjes en vervolgens met een dikke laag van boze pudding. Ah. De slimme papegaai had papa's recept keurig onthouden. Bedankt, dat was hem precies. Oh, dus je weet wel hoe je moet praten. Bedankt, alsjeblieft. Gefeliciteerd. Boe. Maar waarom heb je niet eerder iets gezegd toen we het vroegen? Nou, lieverd, misschien waren jullie zelf te veel aan het woord. Ja, en kreeg ze niet eens de kans om iets te zeggen. Oh. Het spijt ons, papegaai. We moeten je wel de kans geven. Papegaai, hallo. Goedemiddag. Oh, geweldig. Miauw, 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 miauw. Bedankt, Cookie. Bedankt, Snoepje. Bedankt, Pudding. Graag gedaan, hoor. Die avond probeerden ze papa's nieuwe koekjesrecept. En hun nieuwe vriendin praatte zoveel dat je niet zou geloven dat ze ooit stil was geweest. De danswedstrijd. Op een ochtend was er iets interessants op het nieuws. Vandaag is de grote danswedstrijd. Iedereen is welkom en de kat die het mooiste danst, wint een prijs. Oh, ik hou van dansen. En ik hou van prijzen. Mogen we meedoen aan de wedstrijd? Goed idee. Dan doen wij ook mee. Dan gaan we allemaal dansen. Geweldig! Miauw, 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 miauw.
Ha, en dan dansen mama en ik de tango. Dan zijn die lessen niet voor niks geweest. Hey. En ik ga dansen als een ballerina. Als een elegant klein bloempje. En dan ga ik breakdansen. Nou, jongens, ik weet helemaal niet hoe ik moet dansen. Oh, dat geeft niets. Je hebt nog genoeg tijd om het te leren voor vanavond. En je broer en zus willen wel helpen. Wij leren het je wel. We proberen eerst iets simpels. Bijvoorbeeld een wals. En 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auw, je staat op mijn pootje. Oh, sorry. 1, 2, 3. Auw. 1, 2, 3. Au, mijn pootje. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Au, au, au. De was is misschien toch te moeilijk om mee te beginnen. Probeer te breakdansen. Kijk, pudding, doe maar na. Au, volgens mij breek ik iets. Doe ik het dan goed? Misschien is volksdans iets voor je. Ik kan niet zo goed springen. Ik ben geen kikker. Oh. Doe anders de robot. Dan hoef je niet te springen. Bij die dans hoef je helemaal niets te doen. Ja, je hebt gelijk. Die dans is saai. Wat dacht je van de Ken-Ken? Die is leuk. Ik weet zeker dat ik dat niet kan. Sorry, ik wil alleen maar helpen. Zo, mijn lieve kittens, hoe gaat het hier? Het blijkt dat ik niet kan dansen, dus ik kan ook niet meedoen met de wedstrijd. Nou, als Pudding niet gaat, dan heb ik ook geen zin meer. Nou, dan zullen papa en ik ook wel thuis blijven. Oh, moet dat? Nou, oké dan. Dit is allemaal mijn schuld. Ik heb een supergoed idee. We maken onze eigen familiedans. Eén die we zelf verzinnen. Eén die we allemaal kunnen dansen. Onze Pudding ook? Natuurlijk, Pudding krijgt de belangrijkste rol. Die avond begon de wedstrijd in het grote theater. Heel veel katten deden mee. Ik voel me een beetje nerveus. Hey joh, niet nodig. We zijn niet nerveus, toch? Hey joh, jongens. Jullie hoeven niet nerveus te zijn, liefjes. Zie je? We zijn cool. Pudding, luister. Je kunt het. Je bent gemaakt voor deze dans. Adembenemend. En tot slot, de spannende dansgroep. 2 katten en een kittycat. Kom op, Pudding. Het is jouw beurt. Miauw, 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 miauw. Hey! Wat een fraaie familiedans. Ik ga hem de hele dag doen. Miauw, miauw. En dit is Pudding, de danser waarmee het begon. De laatste punten zijn binnen en de familie Kitty Cat wint. Oh, geweldig! Miauw, 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 miauw. Het is fijn om een overwinning te vieren. Maar het is nog fijner als je het met je familie kunt delen. Mama's verjaardag. Op een dag, heel vroeg in de ochtend, wilde papa net op zijn tenen naar buiten glippen. Papa! Ja? Waar ga jij zo vroeg naartoe? Het is vandaag mama's verjaardag, papa. Ben je het vergeten? Ja, nee joh, ik ben mama's verjaardag echt niet vergeten. Maar ik heb haar cadeautje in mijn kantoor laten liggen. Ik ga het even snel ophalen, zodat we haar straks samen kunnen feliciteren. Wacht op me, oké? Geweldig! Sst, maak mama niet wakker. Miauw, 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 miauw. De kittycats hadden een hele mooie tekening voor mama gemaakt. Het is echt een hele mooie tekening. En wat voor cadeau zou papa voor mama hebben? Nou, hij heeft het cadeau op kantoor laten liggen. En zijn kantoor staat midden in een grote snoepfabriek.
Dus ik denk dat het een lekkere taart is of zoiets. Maar papa neemt elk weekend al een taart mee naar huis. Een verjaardagscadeau moet iets speciaals zijn, Pudding. Maar weet je, een taart kan heel leuk zijn. En speciaal. Bijvoorbeeld als je in de taart een brief verstopt. Maar wat als mama de brief per ongeluk opeet? Ah. Oh. In een taart verstoppen. Dan kan hij opstijgen en doet hij boom! Maar wat nou als het fout gaat en de taart niet opstijgt? Huh? Papa zou mama nog iets heel speciaals moeten geven bij de taart. Iets waar mama veel van houdt. Mama houdt van sport. En mama houdt van roze kleren. En mama is dol op bloemen. Hé, zullen we een mooie bos bloemen plukken? Dan doet papa alsof dat zijn cadeau is. Huh? Maar de kittycats waren even vergeten dat mama in de herfst jarig is. Toch gaven ze het niet op. Ze zochten overal naar bloemen. Ze zochten. En zochten. Maar mooie bloemen groeien niet in de herfst. Nergens bloemen. Wat moeten we nu doen? Papa kan mama toch niet alleen maar een taart geven? Oh, ik heb denk ik een goed idee. Wat als we een boeket maken van allerlei herfstblaadjes? Die hebben zulke mooie kleuren, kijk! De kittycats konden niet wachten om mama het mooie herfstboeket te geven. Goedemorgen, lievertjes. Goedemorgen, gefeliciteerd. We hebben niets achter onze rug, hoor. Zullen we wachten met de cadeautjes tot papa terug is? Goed, mama? Papa terug is? Waar is hij naartoe? Waar is de jarige Job? Ik heb een cadeautje voor haar. Hé, jongens, dat is geen taartdoos. Het is een mooie roze trainingspak. Met mooie sportschoenen erbij. Het is alles waar je van houdt in één cadeau. Sport, mooie roze kleren met erop bloemen. Oh, lieverd, hartelijk bedankt. Wat een perfect cadeau voor mama. Nou, ik denk dat we dit boeket dan niet meer nodig hebben. Tuurlijk wel, Pudding. We geven de bloemen samen met ons cadeau. Lieve mama, gefeliciteerd. Hier zijn je verjaardagscadeautjes. We hebben samen deze tekening voor jou gemaakt. Oh. En dit bladerenboeket. Oh, bedankt, mijn lieve kittens. Moet je zien. Dit zijn de allermooiste verjaardagscadeaus die ik ooit heb gehad. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Papa had natuurlijk ook een lekkere taart meegebracht. En mama blies de kaarsjes uit. Maar ze kon niets bedenken om te wensen wat ze nog niet had. De kerstman en de wintervee. Op een winterochtend keken de kittycats door het raam naar buiten. De sneeuw is zo wat gesmolten en het is al bijna kerst. Komt de kerstman nog wel als er helemaal geen sneeuw meer ligt? Nou, dan zorgt de wintervee daar wel voor. De kerstman en de wintervee hebben nog een hoop te doen voordat het kerstfeest is. Dan moeten we ze bij ons uitnodigen, mam. Dan kunnen ze lekker uitrusten en daarna sneeuw en cadeautjes maken. Geweldig! We vragen de kerstman en de wintervee op visite. Oh, wat lief van jullie kleine schatten. Papa en ik sturen wel een uitnodiging. Juist. Ja, weet je wat? Ik bel ze direct even. Miauw. Miauw. Het antwoord apparaat van de kerstman. Het spijt ons. Iedereen is druk met de cadeautjes en de sneeuw. Belt u straks nog eens. Fijne feestdagen en een dikke knuffel. Het antwoord apparaat. Het klinkt alsof ze nogal druk zijn. Kom op, vertel. Komen de wintervee en de kerstman bij ons langs? Nou, Ja, ze komen strakjes. Allebei. Vanavond. Hoera! Miauw, 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 miauw. Als we ze niet te pakken krijgen, dan verkleden wij onszelf al als de wintervee en de kerstman. Wat een goed idee, lieveling. Dan hebben we wel kostuums nodig. Oh. Maar de kostuums waren al bijna uitverkocht.
Ik ben bang dat dit kostuum mij iets te klein is. En dat daar lijkt me veel te groot voor mij. Dit kan lastig worden. De Kitty Cats keken vol verwachting uit naar de Kerstman en de Wintervee. Hoera! Ha, ho, 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 ho. Miauw, kleine kittens. De Wintervee is in het echt veel groter. Tja, maar ik ben dan ook dol op feestelijke etentjes. Oh, dat is onze papa ook. Hey, je lacht ook net als onze papa. Nou, op de Noordpool waar wij vandaan komen, lacht iedereen op die manier. Zullen we gezellig een kopje thee drinken? Doe voorzichtig, het is heet. Waarom klinkt de kerstman zijn stem net als die van mama? Oh, dat is omdat de kerstman veel meer van koude drankjes houdt. Van warmte gaat zijn stem omhoog. En dan doen we nu samen de sneeuwdans. Hebben jullie daar een beetje zin in? De sneeuwdans, ja! Want dan begint het weer te sneeuwen. Zo te zien hebben ze niks door. Ze hebben ons niet herkend, liever. Je ziet er goed uit met die vlecht. Laat je haar maar groeien. Hé, Kerstman. U danst alsof u boordevol energie zit. Zo te zien bent u weer helemaal uitgerust. Betekent dat u nu ook weer de energie heeft om het buiten te laten sneeuwen? Sneeuwen? Oh. Ga weg, Bart. Hey, dat is gewoon onze papa. Ja, en dat is gewoon onze mama. Ik wist al de hele tijd dat jullie het waren. Maar waarom zijn jullie verkleed als de Kerstman en de Wintervee? De echte Kerstman en Wintervee waren te druk om vanavond langs te komen. Ik vind jullie de beste Kerstman en de beste Wintervee ooit. Jongens, kijk! Het begint te sneeuwen! Dus daarom hadden de Kerstman en de Wintervee het vanavond zo druk. Ze waren verse sneeuw aan het maken. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Kittens, luister eens, de Kerstmama en papa de Wintervee hebben misschien nog wat cadeautjes voor jullie bij zich. Papa en mama hadden wat kleine cadeautjes voor de kittens meegebracht. Ze pakten hun pakjes uit, terwijl de sneeuw buiten zorgde voor een winters landschap. Papa, past op! Op een dag maakte mama zich klaar om naar een vriendin te gaan. Doei, lieve kittens, ik ga er vandoor. Zijn jullie een beetje lief voor papa? Dag, dag! Dag, dag! Wat betekent dat precies? Papa neemt het over van mama, trekt hij een roze jurk aan en laat hij zijn haar groeien? Of neemt hij soms mama's plaats in op de sportschool? Natuurlijk niet. Het betekent gewoon dat in plaats van mama, papa vandaag voor ons zorgt. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Hoi, papa! Papa, wakker worden! Je bent mama, papa. De hele dag. Oh, ja. Oké. Kom maar bij mama, papa. Papa liet de Kitty Cats hun lievelingssoesjes eten. Wat lekker. Echt veel lekkerder dan pap. Het is best leuk als papa invalt voor mama. En dan gaan we nu even televisie kijken. Dit is het 38e uur van de live registratie van de trek van de sneeuwgans. Pap, is er niet iets wat je nog zou moeten doen? Wacht, wat? Als je precies wilt doen wat mama doet, dan moet je lunch maken. En onze kleren wassen. En daarna het hele huis stofzuigen. Huh? Doet mama dat echt allemaal? Oh, wauw. Oké, dan maar.
De Kitty Cats schakelden over naar hun favoriete programma. Terwijl papa pizza maakte voor het middageten. En alle vieze was in de wasmachine deed. En zijn best deed om te stofzuigen. Die effecten zijn gaaf. Je kunt er ook gewoon ruiken iedere keer als ze hun kanonnen afvuren. Dat is niet de tv. Er staat iets in brand. Wauw, en wat is dat daar? Het hele washok staat vol schuim, jongens. Mam? Wacht, dat is mama niet, dat is... Papa! Wat nu weer? Er staat iets in brand in de keuken. En het washok staat vol schuim. Oh nee. Stop. 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 De pizza. Heet. Oh, wat ben ik een sufferd. Door het stofzuigen en het wassen liet ik de pizza aanbranden. Mama's staken zijn toch iets moeilijker dan je had gedacht, hè? Dit maakt mama vast verdrietig. Ik heb een heel goed idee. Omdat het lastige klusjes zijn, gaan wij papa een handje helpen. Met de hulp van de Kitty Cats lukte het papa om alle karweitjes te doen. Mama, je bent weer thuis! Miauw, jullie hebben toch niet heel de dag televisie gekeken, hè? Nee, mam. We hebben samen papa geholpen met de was. En met stofzuigen. En met het bakken van een taart. Super, papa. Je hebt niet alleen de kittens bezig gehouden, maar ook het huishouden gedaan. Oh, nou, dat is toch wat je verwacht van zo'n uitstekende papa als ik? Het was net alsof papa in jou veranderde, mama. Maar ze moesten me wel helpen om een mama te zijn. Nou, in dat geval verander ik nu in jullie papa, omdat als hij thuiskomt, hij altijd iets lekkers bij zich heeft. Aardbeien, ja! Geweldig! Miauw, 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 miauw! Papa en de Kitty Cats hadden een hele leuke dag met net doen alsof ze mama waren. Maar ze waren pas echt blij toen de echte mama weer thuis was. Snoepjes toverstokje. Op een dag hadden Cookie en Pudding een vreselijke rommel in hun kamer gemaakt. Huh? Wat een rommel! Ik wil dat jullie mijn poppen en de andere spullen direct opruimen. Snoepje, je bent niet onze baas. We doen niet wat je zegt. Nee, hè, Pudding? Nee! Goed dan. Dan gebruik ik gewoon mijn toverstokje. En dan verander ik jullie in kikkers. Hey, is dat een echt toverstokje? Ha, ja, tuurlijk. Bewijs maar eens dat het een echt toverstokje is door dit op te ruimen. Oké. Doe jullie ogen dicht, dan doe ik een spreuk. Toverstokje, maak het hier netjes en schoon. Snoepje haalde een grapje uit door net te doen alsof het toverstokje echt kon toveren. De spreuk heeft gewerkt. Jullie mogen kijken. Oh, wow, wat goed. Maar dan hebben we dus een echte toverstok. Nu kunnen we alles wensen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Jullie hebben geen toverstok, maar ik wel. En als jullie niet naar buiten komen om de schommel te duwen, dan verander ik jullie in kikkers. En dus duwde Cookie en Pudding de schommel met Snoepje. Nou lekker. Van nu af aan moeten we dus doen wat Snoepje zegt. Want stel dat ze boos op ons wordt... Ik wil een kopje thee. Ik wil geen kikker zijn, kwak. Ik ook niet, kwak. We moeten die toverstok van haar af zien te pakken. Hey, geef terug of ik verander jullie in kikkers. Ik ga jou in iets veranderen. Verander Snoepje nu direct in een kikker. Ho, kikker, kikker. Hij doet het niet. Misschien moeten we onze ogen dicht doen. Net als daarnet. Ja, oké. Nu worden we zeker in kikkers veranderd. We moeten mama waarschuwen. Hey, wacht. Kom terug.
Cookie? Hoe kan je eigen zusje je nou in een kikker veranderen? Mama! Wacht, bedding! Mama, moet je kijken wat Snoepje met haar toverstokje heeft gedaan. Kijk! Kijk nou wat je met je broer hebt gedaan. Dat kan toch niet? Cookie, het spijt me zo erg. Oh, dus daar is mijn matrozenpetje. Ik dacht al dat ik hem kwijt was. Cookie! Dus daar is mijn tweede breinaald gebleven. Ik heb er werkelijk overal naar gezocht. Dus dat was gewoon een van mama's breinaalden en helemaal geen toverstokje? Ja. Ik wilde jullie alleen maar bang maken, omdat jullie onze kamer niet wilden opruimen. Je vroeg het ons ook niet. Je gaf een bevel. Weet je wat je kan doen, Snoepje? Als je wilt dat je broers iets doen, dan is er een echte toverspreuk die je kunt gebruiken. En dat is alsjeblieft. Een echte toverspreuk? Pudding, lieve broer, mag ik die kikker alsjeblieft? Hier, lief zusje. Bedankt. En Cookie, wil jij de deur even open doen, alsjeblieft? Ja, tuurlijk! Het is veel leuker om iets voor iemand te doen als ze dat woord gebruiken. Misschien is dat woord wel een echte toverspreuk. Dat weet ik wel zeker. En veel handiger dan een toverstok. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Cookie, wil je me even duwen, alsjeblieft? Natuurlijk, Pudding! Ja! Yeah! Cookie en Pudding, willen jullie mijn springtouw draaien? Alsjeblieft. Maar natuurlijk! Toverstokjes bestaan alleen in sprookjes. Maar de Kitty Cats leerden dat je met het magische woord alsjeblieft echt kunt toveren. Wiebeltand. Op een dag tijdens het ontbijt voelde Snoepje iets raars. Hey. Volgens mij is mijn tand aan het wiebelen. Oh, leuk. Dan vallen je tanden eruit, Snoepje. Wat? Mama, raak ik al mijn tanden kwijt? Oh, rustig maar. Wat je verliest zijn je zogenaamde melktandjes. En als je je melktanden verliest, krijg je nieuwe tanden. En die nieuwe tanden, die hou je voor altijd. Cookie en ik hadden dat ook toen we nog klein waren. Dan krijg ik dus allemaal nieuwe tanden? Geweldig! Miauw, 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 miauw! Snoepje liet haar tand direct aan al haar vriendjes zien. Kijk, moet je zien! Oh, gaaf! Losse tanden, dat is leuk! Ik vond het niet leuk toen mijn melktanden eruit vielen. Ik vond mezelf toen veel minder mooi. Toen ik ging wisselen, hoopte ik dat ik er enorme hoektanden voor in de plaats zou krijgen. Maar dat gebeurde dus niet. Als je een tand verliest, moet je hem onder je kussen leggen. Dan komt de tandenvee langs en die ruilt je tand in voor een cadeautje. Oh, wauw! Ik wil ook een cadeautje van de tandenvee. Superleuk! Is er een manier waarop mijn tand er sneller uitvalt? Nou, je zou in een appel kunnen bijten. Dan blijft je tand in de appel zitten. Maar wat als ik dan per ongeluk mijn tand opeet samen met de appel? Oh, dan krijgt de tandenvee dus helemaal niks. Bind gewoon een touwtje aan je tand en dan bind je het andere eind vast aan een auto. Als de auto vertrekt, neemt hij je tand mee. Auw! Weet je wat? Je zou hem ook kunnen vastbinden aan een vliegtuig. Maar wat als de tand te goed vastzit en niet los wil laten? Ga gewoon naar de tandarts als de tand er niet vanzelf uitvalt. Dat heb ik ook eens gedaan. Het was een donkere tandartspraktijk. De tandarts droeg een eng zwart masker. En hij wrikte en duwde en trok zo mijn kleine witte melktandje eruit. Oeh. Ha, daar heb je vlekje weer met zijn enge griezelverhalen. Tandartsen dragen geen donkere of enge maskers. In het echt zijn ze best vriendelijk, hoor. De tandarts is leuk, maar ik wil er niet naartoe. Ik wacht wel tot mijn tand er vanzelf uitvalt. Wacht. Oké, het is etenstijd. Kom je, Snoepje? Snoepje had de hele dag nog niets gegeten. En haar wiebelige tand was er nog steeds niet uit. Nu is het genoeg. Ik ga direct de tandarts bellen. Dan is die tand er razendsnel uit. Hallo? Ik wil graag een tandartsafspraak maken. Maar ik wil helemaal niet naar de tandarts.
Ik ben bang, mama. Rustig maar, Snoepje. Wij gaan wel met je mee. Ja. Goed zo, Snoepje. Doe je mond maar heel wijd open. Plop. En daar is je melktandje. Is die eruit? Ja. En binnenkort heb je een nieuwe grote mensentand. En je moet niet vergeten, je moet goed poetsen, goed flossen en niet te veel snoepen. Bedankt, meneer. Nu heb ik een tand om aan de tandenvee te geven. Geweldig! Mie wauw, mie wauw, mie wauw, mie wauw! Wacht eens even. U moet echt nog even hier blijven, papa. Daar moet nodig iets aan gebeuren. Eet u soms veel zoetigheid? Ja. Ik moet wel voor mijn werk in de snoepfabriek. Je moet goed voor je tanden zorgen. Pas op met snoep. Poets en floss 2 maal daags. Dan blijven je tanden gezond en sterk. De vlinder. Op een mooie dag hadden de Kitty Cats veel plezier in de speeltuin. Vlekje lijkt zo net een spook. Wat probeer je eigenlijk te vangen, Pudding? Mooie vlinders die ik nog niet eerder in het echt heb gezien, zodat ik ze van dichtbij kan bekijken. Ik zou zo graag nog eens een regenboogvlinder willen vangen. Haar vleugels lijken net een regenboog. Dat klinkt echt bijzonder. Zo'n vlinder zou ik ook wel willen zien. Maar weet je, die heb je hier niet. Regenboogvlinders komen alleen voor in verre tropische landen. De Kitty Cats gingen naar huis, waar hen een verrassing wachtte. Raad eens, kittens. Opa heeft ons een kistje tropisch fruit gestuurd. Is dat niet lief? Ananas. Oh, met een rups. Oh, moet je zien. Dat is een grote rups. Mag ik haar houden, mama, alsjeblieft? Oh, zou ze ook een grote vlinder worden? Ik denk het. Maar laat haar alsjeblieft niet door het huis lopen. Ik ben bang voor rupsen. Ik beloof je, mama, dat ik goed op haar zal passen. Geweldig! Mie wauw, mie wauw, mie wauw, mie wauw! Pudding, weet je echt helemaal zeker dat die kronkelende rups straks verandert in een mooie, sierlijke vlinder? Zeker weten. Als ik heel goed voor haar zorg, dan komt het helemaal in orde. Oh! Er was eens een vlinder. Oh! Andere zender, alsjeblieft. Ons lievelingsprogramma begint al bijna. Jullie moeten even wachten. Onze rups wil eerst nog even naar dit programma over vlinders kijken. Nu ga je echt te ver. Wat als dat ding straks nou eens niet in een vlinder verandert? Dat doet ze wel. Wachten jullie nou maar af. Ik weet het zeker. Jij wordt de allermooiste vlinder van de hele wereld. Hoera! Eindelijk, het is zover. Wat? Wat is er? Is de rups veranderd in een vlinder? Nou, nog niet helemaal, maar al wel bijna. Ze zit nu in een cocon en als ze daar uitkomt, dan is ze een vlinder. Maar wat nou als er in plaats van een mooie vlinder een griezelig beestje uit de cocon komt? Ja, bijvoorbeeld een neushoorntor. Huh? Of misschien komt er wel een vleermuis uitgekropen. Oh! Of anders misschien wel een hele mooie betoverde vee. Ah. Oh.
Fijn, nu word ik nerveus. Ah! Oh, wauw, moet je zien. Precies waar ik op hoopte. Een regenboogvlinder, jongens. Oh, moet je zien. Wat is zo mooi, hè? Kom op, we gaan het aan papa en mama laten zien. Wat een prachtige vlinder. Goed gedaan, kittens. Eerlijk gezegd hebben wij niks gedaan. Dat was Pudding. Ja, hij heeft echt heel goed voor de rups gezorgd. En nu hoeven we haar alleen nog maar vrij te laten, zodat ze kan vliegen. Samen met alle andere prachtige mooie vlinders. Kom nog een keertje langs, regenboogvlinder, oké? Zal je voorzichtig zijn? Tot ziens. Kijk eens, lieverd. Als herinnering aan jullie regenboogvlindervriendje heb ik iets speciaals voor jullie gemaakt. Hoera! Miauw, 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 miauw! Dus dankzij de goede zorgen van Pudding is de regenboogvlinder nu te zien in tropische landen en in de tuin van de Kitty Cats. Schaakvrienden! Op een dag nam Pudding zijn schaakbord mee naar de speeltuin. Cookie, heb jij zin om met mij te schaken? Niet echt, Pudding. Ik vind schaken met jou niets aan. Jij wint altijd. Hé, Snoepje, wil jij met me schaken? Ik kan niet schaken. Hé, bah, ik wil later schaakkampioen worden, maar niemand wil met me oefenen. Hey! Oh. Pudding, zullen we vragen of een van onze vrienden zin heeft om met je te schaken? Hé, ja! We gaan een geschikte tegenstander voor je zoeken. Goed idee! Miauw, 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 miauw! De eerste vriend die wel met Pudding wilde schaken was Cupcake. Hey Cupcake, waarom speel je eigenlijk alleen maar met die pony? Dat is geen pony, maar een paard, Snoepje. Gewoon omdat ik die het allermooiste vind. Zo, schaakmat. Je hebt verloren. Ja, en dan? Ik ga het anders doen. De volgende tegenstander was Vlekje. Ik wil alleen als ik met zwart mag spelen. Ik pak jouw pion. En hey, nu jouw paard. En nu nog een pion. En schaakmat. Ik win alweer. Oh, alweer? Het bleek nog niet mee te vallen om een goede tegenstander te vinden. Ik zet hem daar. Nee, wacht. Daar. Of daar. Of daar. Oh, sorry. Mag ik een ander stuk pakken? Carrie, ik pak jouw loper. Wat? Maar ik ben toevallig dol op die loper. Die vind ik de allermooiste van het hele spel. Ik heb geen zin meer. En tot slot speelde de slimme dart een spelletje tegen Pudding. Geloof het of niet, ik heb nooit eerder geschaakt. Wauw. Wat? Wij hadden verwacht dat jij wel kon schaken. Pudding legde dart uit hoe je de verschillende stukken over het bord beweegt. Waarom mag het paard alleen zo bewegen? Waarom mag hij niet over het bord galopperen? En waarom mag de koning maar één vlak per keer? En mag de koningin alle kanten op? Nou, ja, zo zijn de spelregels. Nee, sorry. Schaken is echt helemaal niets voor mij. Als ik niemand heb om mee te schaken, word ik later nooit schaakkampioen. En dan win ik dus ook geen medailles. Medailles? Oh, wacht even! Papa heeft toch allemaal schaaktrofeeën in de kast op zijn kamer? Ja! Dat betekent dus dat papa heel goed kan schaken, Pudding. Nou, schaakmat. Huh? Huh? Goed gedaan, hoor, Pudding. Hoe kun je nou zo snel verliezen? Je bent de kampioen! Kijk hoeveel prijzen je hebt gewonnen! Die zijn niet van mij, die zijn van mama. Ze speelde vroeger schaken op school. Zij was de beste en won altijd de eerste prijs. Ha! Ik heb een heel goed idee. Je moet met mama gaan schaken. Schaak.
tandarts. Wauw, wat goed! Nou, Pudding, goed gespeeld, hoor. Zo te zien hebben we een nieuwe schaakkampioen in onze familie. Hoera! Mee-wow! Papa verraste iedereen met een mooie taart in de vorm van een schaakbord. Jullie papa is misschien geen schaakkampioen, maar hij is wel kampioen taartenbakken. Schaak, hop en mat. Zo vond Pudding een waardige tegenstander en bedacht papa een lekkere nieuwe tractatie voor bij de thee. Het circus! Op een dag gaven de Kiddycats en hun vriendjes een circusvoorstelling. Ik ga allemaal stunts doen op mijn fiets. En ik ga kor dansen. Ik ben een clowntje. En ik ga jongleren. En ik ben een goochelaar. En ik ga ook kor dansen, denk ik. Maar dat gaat Cupcake al doen. En jullie kunnen niet tegelijk kor dansen op één koord. Dan lopen jullie elkaar in de weg. Maar wat moet ik dan doen? Snoepje, je zou Vlekje de goochelaar kunnen assisteren. Maar Vlekje wil altijd iedereen bang maken. Ik heb geen zin om torren of andere enge beestjes uit zijn hoed te halen. Wacht, ik weet al wat er nog ontbreekt. Een dierentemmer. Oh, maar dat wil ik wel doen. Dan beginnen we nu direct met repeteren. Onze circusvoorstelling wordt echt geweldig! Miauw, 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 miauw! Ha! Hey! Als ik dierentemmer wil zijn, dan moet ik wel een dier hebben om te temmen. Vogeltje, spring eens door de hoepel. Maar de vogel was te druk. En spring! De mol was te bang. En de slak was te lui. Oh, kom op. Spring nou toch eens. Zo te zien ben je al volop aan het trainen. Maar niks wat ik probeer wil lukken. Ik ben geen goede dierentemmer. Misschien dat je op mij kunt oefenen. Papa wilde voor het circusoptreden van Snoepje wel net doen alsof hij een wild dier was. Raar, raar! Kom, spring maar door de hoepel, leeuwenpapa. Leeuwtje? Luister je niet naar mij? Ik ben de leeuwentemmer. Hup. Loop niet weg. Je luistert naar wat ik zeg of ik zet je in de hoek. Hey, ik heb je nodig voor mijn optreden. Zit hier ergens een wild beest verstopt? Hij is veel te wild, mama. Hij loopt steeds weer bij me vandaan. Waarom probeer je niet vriendjes met hem te worden? Maar hoe? Hij begrijpt niet eens wat ik zeg. Nou, er zijn twee dingen die hij zeker begrijpt. Liefde en aandacht. Ik heb een goed idee. Ik laat het wilde dier zien dat ik van hem hou en ik geef hem aandacht. En spring! Na wat liefde en aandacht begon papa door de hoepel te springen. En al gauw was hun circusnummer klaar. Wow! En tot ziens! Miauw, 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 miauw! En
zo had papa Snoepje laten zien dat je iemand het beste iets kunt leren met liefde en aandacht. Wilde avonturen. Op een dag nam opa de kittycats mee naar het park. Hey, luister kittens. Vandaag ga ik jullie voorbereiden op wilde avonturen. Wilde avonturen? Echt? Ik leer jullie hoe je kunt overleven als je verdwaalt in de wildernis. We gaan wilde avonturen beleven. Geweldig! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow. Stel je voor, we zijn in een wild bos vol met... avonturen! Nee, het bos zit boordevol dik struikgewas. En het pad is niet meer te zien. Kijk dan waar het mos groeit. Die kant is het noorden. De mosvrije kant ligt op het zuiden. Onthoud dat goed, dan kun je nooit meer verdwalen. We verdwalen sowieso niet, opa. Zitten die wegwijzers daar? Oh. Kijk, die blaadjes, daar kun je kleine bekertjes van maken. En die kun je gebruiken om water in op te vangen. Of eten. Of je kan gewoon eten en drinken kopen in het winkeltje. Oh, kom, even kijken wat voor lekkers ze allemaal hebben. Nee, nee, kittens. Eerst ga ik jullie nog wat leren. Kom maar met me mee. Opa liet de kittens zien welke bessen veilig zijn om te eten. En hoe je insecten verdrijft. Vlieg op! En hoe je een afdakje maakt waaronder je kunt schuilen. En dit is een hele handige knoop. Die komt goed van pas, kijk. Maar wanneer gaan onze wilde avonturen nou eens beginnen, opa? Ja, we zijn ondertussen wel klaar voor avontuur. Zijn jullie er klaar voor? Oké dan. Kijk, dat eiland, daar gaan we naartoe. Daar. Hoera! De kittycats namen alles mee wat je nodig hebt op wilde avonturen. Koekjes en vruchtensap. Hé, hey, kijk dat mos. Dat betekent dus dat dit de noordkant van het eiland is. Kom mee, dan gaan we de andere kant van het eiland ontdekken. Oh. Ik vind het wel tijd om terug te gaan naar de boot voor iets lekkers. Oh. Zo te zien hadden de kittens de boot niet vastgemaakt zoals opa ze had geleerd. Oh nee, nu moeten we voor altijd op dit eiland blijven. Maak jullie nou maar geen zorgen. Jullie mama en papa komen ons voor het donker weer ophalen. Oh, maar zo te zien gaat het zo regenen. Dan maken we een schuilplaats. Ik heb zo'n trek. En ik heb erge dorst, maar al onze spullen liggen nog in de boot. Weten jullie nog? We kunnen regenwater drinken. Hoe dan? Moet ik met open mond in de regen gaan staan? Maar dan word ik toch hartstikke nat. Ik weet wat we kunnen doen. De kittycats herinnerden zich weer wat opa ze had geleerd. En toen ze later allemaal aan wal stonden, wachtte hen daar een leuke verrassing. Mama! Papa! Hoe hebben jullie ons gevonden? Nou, jullie opa stuurde ons een berichtje dat we jullie moesten ophalen aan de noordkant van het eiland. Oh, jullie lippen zijn blauw van de kou. Wel nee, mam. Dat is van de blauwe bessen. We hebben het allemaal wilde avonturen beleefd. En opa heeft ons van alles geleerd. We hadden die koekjes en dat sap helemaal niet nodig. Het was vandaag echt geweldig! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow! De kittycats en opa hadden een leuke dag gehad. Wilde avonturen zijn hartstikke leuk. Als je maar weet hoe je jezelf kunt redden. De picknick! Het was een prachtige dag, dus besloten mama en papa met Cookie, Snoepje en Pudding te gaan picknicken. De kittycats pakten alles wat ze nodig hadden. Ik ga heel veel zandkastelen bouwen. En ik ga proberen om zoveel mogelijk in de buitenlucht te lezen. En ik ga lekker rennen!
Oh, moet je zien. Een picknickmand vol lekkers. Een picknick is geen picknick zonder een mand vol lekkers. We moeten goed opletten dat we niemand vergeten. Cookie en jij, Snoepje en Pudding. We gaan picknicken. Oké. Miauw, 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 miauw. We hebben broodjes en thee, en een picknick kleed mee. Oh, wat is het toch fijn, om lekker buiten te zijn. Oh, het is hier prachtig. Hé, waar wachten we nog op? We gaan picknicken. Wacht even, waar is de picknickmand gebleven? Dat weet ik niet. Nog steeds thuis, denk ik. Of misschien zijn we hem verloren. Oh nee, niet onze man met lekkers. Hé, we pakken gewoon het vliegtuig, halen de picknickmand en zoom, we zijn weer terug. Leuk idee, maar Cookie, vliegtuigen kunnen niet landen op een plek met bomen. Wow! Maar dan bestellen we toch gewoon een pizza, mam? Oh, Snoepje, de pizzabezorger bezorgt niet op ergens in het bos vlakbij een soort van meertje. Maar ik weet zeker dat jullie slimme vader er wel iets op weet te verzinnen. Hey, een vishengel. Daar kan ik wel wat lekkers mee vangen. En dan kunnen we gaan picknicken. Terwijl mama en Snoepje op zoek gingen naar takken voor het vuur, gingen papa, Cookie en Pudding vissen. Waar is de vis, papa? Waar is hij? Waar? Vissen is vooral een kwestie van geduld. Oh... Oh. Papa, Cookie en Pudding waren wel geduldig, maar in het meer zwom gewoon geen vis. Oh. Mm. Er is hier genoeg hout voor een vuurtje. We hebben alleen een kikker gevangen. En die sprong meteen weer terug in het meer. Oh. Wat als we nou eens op zoek gaan naar eten in het bos? Dat is een goed idee. Papa, maak jij het vuur, dan gaan wij op zoek naar paddenstoelen. Oké, volg mij. Ja, we zullen toch iets moeten eten. Pudding keek in zijn paddenstoelengids welke paddenstoelen je kon eten en welke giftig waren. Kijk hoeveel paddenstoelen! Zullen we ze lekker gaan bakken, papa? Ik ben bang dat de lucifers in de picknickmand liggen. Oh. Maar we kunnen toch geen rauwe paddenstoelen eten? We wrijven stokjes tegen elkaar. Op die manier maakten ze vroeger vuur. Heb ik gelezen. Wat een goed idee, Pudding. Laten we papa helpen met blazen. Nu loopt onze picknick gelukkig weer volgens plan. Al gaat het niet als gepland, we worden toch nog verwend. Oh, wat is het hier fijn, we zijn blij hier te zijn. De paddenstoelen zijn al bijna klaar. En als dessert, bosbessen, cranberries en frambozen. Terwijl de anderen bezig waren, had mama bessen geplukt. Oh, lekker! Miauw, 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 miauw! Ondanks alle tegenslagen werd het toch nog een fantastische picknick. En iedereen was blij. Griezelkatjes! Het was de Kitty Cats hun jaarlijkse griezelnacht. Een enthousiaste Cookie, Snoepje en Pudding hadden zich verkleed en probeerden elkaar bang te maken. Ik ben verkleed als monster! En ik als een kleine heks. En ik ga als, als een skelet. Kijk! Geweldig! Miauw, 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 miauw! Woe! Zijn jullie bang? Lieve help, jullie zijn zo eng, nu ben ik een bange poes. Mama heeft gelijk, wat zien jullie er eng uit, zeg. Wij hebben papa en mama laten schrikken. Maar wie gaat ons nu laten schrikken? Niemand kan ons laten schrikken, wij zijn veel te stoer.
Zullen we anders onze vrienden uitnodigen? Misschien kunnen zij ons laten schrikken. De eerste griezelige vriendin was Cupcake. Oké, Cupcake, kom maar. Ik ben Cupcake niet. Ik ben prinses Pinnencupcake. Cupcake is nou niet wat je noemt griezelig. Ach ja, maar ik ben in ieder geval wel mooi. De volgende griezelige vriend was Vlekje. Hij laat anderen graag schrikken. Oeh, ik ben een eng nachtdier. Test, test. Ik ben een hele enge vampier. Sorry, Vlekje, maar we zijn nog niet bang. Ik ben bang dat niemand ons bang kan maken. En, hebben jullie een beetje een leuke griezelnacht? Nee, we zijn nog helemaal niet bang. Helemaal niet bang, hè? Okidoki. Nou, wij gaan even tuinieren. Ondertussen kunnen jullie mooi het huis versieren. Met allemaal griezeldingen. Dan hebben we dus griezelige versieringen nodig. De katjes en hun vrienden gingen enthousiast aan het werk. Cookie tekende enge monstergezichten. Cupcake knipte papieren spinnen. En de anderen maakten spoken en vleermuizen van vloeipapier. Ik tel tot drie en dan kijken we samen hoe eng het eruit ziet. 1, 2, 3. Maar het ziet er wel heel erg mooi uit. Weet ik, maar het hoort juist griezelig te zijn. Wat als we elkaar nou enge verhalen gaan vertellen? Vampier Vlekje kent heel veel enge verhalen. Het was een koude, donkere, stormachtige nacht. Nee, nog steeds niet bang. Ik weet hoe we het eng kunnen maken. Niet slecht. Oké. Het was een koude, donkere, stormachtige nacht. Stop maar, ik ben bang. Maar ik niet. Vlekje heeft nog niks engs verteld. Snoepje, hoe deed jij vanaf hier het licht in de gang uit? Dat deed ik niet. Oh, nee. Dan is er daar dus iemand. Misschien was het gewoon de wind. Of het zou ook misschien een spook kunnen zijn. Of een grote zwarte vleermuis. Nou, wat het ook mag zijn, ik weet wel hoe ik ze aan moet pakken. Cookie had een goed idee. Hup, Cookie, wat ben je toch stoer. Ah! Jongens, het zijn twee vleermuizen nog groter dan wij. Ah! Huh? Hey, jongens, zei iemand daar iets over grote vleermuizen? Boe! Lieten we jullie schrikken? Je had gelijk, Cookie. Die vleermuizen zijn inderdaad groter dan wij. Jullie kostuums zijn echt fantastisch. Jullie zijn net echte vleermuizen. Jongens, wat hebben jullie het hier ontzettend mooi versierd. Het is zelfs zo mooi dat je er bang van wordt. Zijn jullie klaar voor een verrassing? Snoepje, het licht uit. Wat zou het toch zijn? Wow! Oh, lekker! Miauw, 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 miauw! Papa's griezelnachtcake bleek griezelig lekker te zijn. En zo werd het voor de Kitty Cats een heerlijke griezelnacht met familie en vrienden. Detectives! Op een dag waren de Kitty Cats met hun lievelingsspeelgoed aan het spelen. Blep, blep, oh, mijn vissenauto is cool. Maar Snoepje kon haar lievelingspop niet vinden. Miss Kitty Lou is weg. Dan ben je haar kwijt. Ik weet hoe dat voelt. Ik ben mijn spullen ook altijd kwijt. Jij ruimt je speelgoed nooit op. Maar ik zorg goed voor mijn pop. Haha. Je hebt haar gewoon ergens laten liggen. Ze duikt wel weer op. Weet je, op een dag. Als we een jaar of 100 zijn. Maar ik wil Miss Kitty Lou nu, niet over 100 jaar. Als Spinlock Holmes de grote detective hier was, dan was ze binnen no time terecht. Ik heb gelezen over zijn superduper slimme deductiemethode. Wat zeg je nou weer? Wat? Deductiemethode. Dat betekent dat je eerst geconcentreerd denkt aan wat je kwijt bent en dan gaat zoeken. Het is zo'n beetje de meest geniale manier van zoeken. Basiskennis. Dat werkt niet. Spinlock Holmes bestaat niet. Dus hij kan me ook niet helpen. Maar
Wij kunnen toch ook detectives worden? Dan gaan wij toch voor je zoeken? Goed idee! Miauw, 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 miauw! Zo, juffrouw Kitty Cat. Hoe groot zei u dat uw verdwenen popje ook alweer was? Ongeveer zo groot, meneer. Zo groot, hè? Te groot om zoek te raken in het gras. Oh, ik weet een plek waar zoiets groot zich kan verstoppen. Oh, niks aan de hand. Het is hier wel donker. Hallo? Ik heb iets gevonden. Miss Kitty Lou? Iets leukers. Papa zou de hoed met een nieuwe eigenaar. Kijk. Hoe is die uil nou aan de oude hoed van papa gekomen? Ik denk dat papa zijn hoed ergens heeft laten slingeren. Oké, juffrouw Kitty Cat, vertel me eens waar u Miss Kitty Lou voor het laatst heeft gezien. Dat was in de zandbak, meneer. We bakten zandtaartjes en toen begon het ineens te regenen. Dan weet ik het! Je pop ligt onder het zand! Zie je al iets? Ik voel iets. Is het Miss Kitty Lou? Iets leukers. Mijn rode auto, puddingsvieze sok en een mol. Ha! Hoe komt mijn auto onder het zand terecht? Basiskennis, beste Cookie. Je hebt gewoon weer niet goed opgeruimd. Maar waar is Miss Kitty Lou dan gebleven? Ik snap er niets van. Misschien zijn we toch niet van die goede detectives. Natuurlijk wel. Huh? Ik heb een idee. We gaan eerst op zoek naar mijn poppenwagen. Toen het ging regenen, legde ik Kitty Lou direct in haar wagen. Dat is volgens mij een belangrijke aanwijzing, juffrouw Kitty Cat. Gaat u maar voorop. En daar gingen de drie kleine detectives. Op zoek naar de verdwenen pop en de verdwenen poppenwagen. Ze zochten hoog en laag. Het was niet makkelijk, maar eerste klas detectives geven niet zomaar op. Ik zie een spoor. Wagensporen? Misschien. Waar gaat dat spoor naartoe? We volgen het! De mysterieuze sporen leiden naar de katjes hun eigen huis. Poppenwagen is leeg. Hé, wat doet dit touwtje hier? Oh, dat is het haar van Miss Kitty Lou. Hé, kijk, daar ligt er nog één. De kleine detectives volgden het spoor van touwtjes. Gevonden! Dus mama is de dader in het mysterie van de verdwenen pop. Ja, ik ben de schuldige. Ik zag haar drijfnat in haar wagen liggen, dus ik reed haar naar huis om haar te drogen aan de waslijn. Dankjewel, mama. Dan is deze zaak dus opgelost. Als je klaar bent met spelen, leg je de pop dan weer terug waar ze hoort? Ik heb mijn auto gevonden en puddingsvieze sok. Oh, ja. Daar zijn mijn kleine detectives. Raad eens welke papa zijn poot heeft weten te leggen op het nieuwe Spinlock Holmes bordspel. Fantastisch! Miauw, 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 miauw! Het is leuk om detective te zijn. Maar het is beter om je speelgoed op te ruimen, zodat je weet waar het ligt als je weer wilt spelen.